Als u medewerkers heeft die ook met snelstart moeten werken, dan maakt u extra gebruikers aan. Uw medewerkers krijgen dan een eigen gebruikersaccount om in te loggen in snelstart. Omdat zij onder de hoofdaccount van uw bedrijf vallen, hebben zij automatisch toegang tot de administraties die eigendom zijn van uw account. Extra gebruikers kunnen alleen worden aangemaakt door de hoofdgebruiker van de account of door extra gebruikers met beheerdersrechten. Om een nieuwe gebruiker aan te maken, gaat u naar het tabblad Administratie en klikt u op de knop Gebruikers. Vervolgens klikt u op de knop Nieuw. Voor elke gebruiker heeft u een uniek e-mailadres nodig. Dit e-mailadres vult u in het eerste veld. Vervolgens vult u de voor- en achternaam van de gebruiker in, eventueel met een tussenvoegsel. In het veld Rol kunt u aangeven of u voor deze gebruiker standaardrechten of beheerdersrechten wilt instellen. Standaardgebruikers kunnen in beginsel alleen administraties openen en erin werken. Beheerdersgebruikers hebben nagenoeg dezelfde rechten als de hoofdgebruiker van de account. Met de status geeft u aan of de gebruiker actief is of niet. Bij de status actief kan de gebruiker werken met snelstart en worden ook verbruikskosten in rekening gebracht. Heeft u de verbruiker standaardrechten gegeven, dan kunt u hem met een vinkje extra rechten in het venster administratiebeheer geven. U bewaart de nieuwe gebruiker met de knop opslaan. De nieuwe gebruiker ontvangt nu een e-mail met instructies om zijn account te activeren.